Ik ben Bart van der Straten. We hebben eigenlijk een bedrijf, een gemengd bedrijf. Hè, waar naast je wat ingezet zit, is eigenlijk op melkvee. Richting ook automatisatie binnen het melkvee. Hebben we toch ook een behoorlijk stuk akkerbouw daarnaast. Akkerbouw, zoals granen, aardappelen, uien, bieten. Maar daarnaast ook eigenlijk de klassieke ruwvoeders zoals mais en gras. De Presea op zichzelf gebruiken we enkel naar de teelt van mais, hè, korrelmais en silomais. Hè. Het is wel zo eigenlijk anders de machinecombinatie. Door het eenvoudig afkoppelen eigenlijk van de Presea gebruiken we eigenlijk de combinatie wel voor het inzaaien van tarwe of voor het inzaaien van groenmester. Maar daarnaast staat ook eigenlijk één met de meststoffen, ook achteraan eigenlijk op de machine. Dus die hebben we nu naar vooraan toegebracht. Waardoor dat we eigenlijk een betere gewichtsverdeling krijgen op de trekker en uiteindelijk op de bodem ook. Dus eigenlijk dat hebben we ook aangepast en daar hebben we eigenlijk ook het voordeel naar verlegd. En dat stonden we wel van verbaasd eigenlijk na een aantal hectare gezaaid hebben. Hoe correct eigenlijk het aantal zaden per hectare één wordt neergelegd. Hè. Nadien eigenlijk ook bij de opkomst, als we de onkruidbestrijding eigenlijk terug eigenlijk op de percelen kwamen, zagen we eigenlijk dat de omkomst 100% egaal is geweest, ook in die drogere omstandigheden. En zien we ook eigenlijk dat de juiste afstand van de planten onderling eigenlijk in de rij mooi schoon verdeeld was. En daarnaast eigenlijk de juiste opkomst, maar daar speelt de belangrijkste rol eigenlijk dat het zaad, eens dat het in de grond wordt geschoten, juist eigenlijk wordt aangedrukt, hè, waardoor eigenlijk de opstijgend vocht de kans heeft eigenlijk voor tot aan het zaadje te komen, waardoor ook bij droge omstandigheden het zaad eigenlijk toch een heel mooie opkomst heeft gekregen.